In de tijd van Zacharias was er een belangrijke natie die Tyrus heette. Tyrus stond bekend om haar grote defensieve kracht. Om je een idee te geven, een muur van 750 meter lang en 8 meter breed werd gebouwd in de tijd van Hiram, koning van Tyrus, vriend van David en Salomo, om de vestingwerken van het eiland te verdedigen. Koning Nebukadnezar probeerde Tyrus te veroveren, belegerde het gedurende 13 jaar voordat hij zich terugtrok zonder succes in 572 voor Christus. Vanwege haar muren werd de natie trots en dacht dat ze onverslaanbaar waren, totdat Alexander de Grote, de koning van Griekenland, de muren van de natie vernietigde en al haar heerlijkheid wegnam. In het boek van Zacharias komen wij de trotse natie Tyrus tegen in tegenstelling tot de Messias die zou komen. In vers 9 zegt hij: "Jubel luide, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong." In het Nieuwe Testament vinden we de vervulling van deze profetie bij de triomfantelijke ingang van Jezus door de poorten van Jeruzalem onder gejuich van vreugde. Echter, zelfs voor de triomfantelijke intocht in Jeruzalem was het mogelijk om de eenvoud in het leven van de Messias te zien. Hij werd geboren in een kribbe die niet de zijne was. Hij had geen eigen huis, het veulen waar hij op zat werd geleend en het kruis dat hij snel zou dragen was niet van hem. Als er wat was dat het leven kenmerkte van de Messias, dan was het eenvoud en nederigheid. Dit was een hindernis voor velen in zijn tijd die een verlosser verwachten met alle pracht en praal van koningen van deze wereld. Gedurende de periode van de middeleeuwen vergeleek een zeer bekende foto of verschillende pamfletten de bescheidenheid van de Messias zittende op het veulen met de pracht van de leider van de Romeinse kerk gezeten op zijn met goud versierde troon. De vergelijking was een kritiek op de mannen die beweren Jezus te volgen, maar niet willen leven zoals hij deed.